What do you make of this market here? We had a little punch into the close. Does that give you some confidence that we've sort of settled down? Our worries about the trade negotiations, earnings are good, feeling a little positive going into a new week? Well, I mean, Courtney, everything's falling into place. Good employment numbers, China growth is coming through. I think the big surprise Bob Pisani just talked about, Europe is growing as well. So all the pieces are falling in place for a year-end rally. Ja, het is ongelooflijk, hè, hoe die markten maar door blijven stijgen. Vrijdag hadden we ook weer een enorm bullish dag. En het lijkt wel alsof de markt van geen ophouden weet. Iemand stuurde me net nog de link naar een artikel waarin een analist voorspelt dat we misschien wel aan de vooravond staan van een heel nieuwe bullmarkt. Ja, wie zal het zeggen? De aandelenmarkt internationaal die laten ook allemaal nieuwe highs zien, hogere toppen. Dus wie zal het zeggen? Het enige wat wij kunnen doen als beleggers en handelaren, optiehandelaren, is ons aanpassen aan wat de markt ons vertelt. Nou, de markt vertelt ons dat hij omhoog wil. We hadden vrijdag veel beter dan verwachte werkgelegenheidscijfers. Wat ik wel een beetje vreemd vond, is dat de zogenaamde manufacturing cijfers, dus het cijfer van wat aangeeft wat Amerika maakt, produceert, dat viel weer eens een keertje behoorlijk tegen. Vorige keer viel dat ook heel erg tegen. Dus ja, je kan je afvragen, hoe kan het dat een land dat steeds minder produceert, steeds betere werkgelegenheidscijfers laat zien? Ja, er gaan stemmen op dat die werkgelegenheidscijfers allemaal heel erg gemanipuleerd worden. Nou, wie weet, het zou best kunnen. Maar nogmaals, we moeten ons maar gewoon aanpassen aan de markt. En als we dan eens kijken naar wat de markt de afgelopen week heeft gedaan, en we kijken hier naar de SPY, nou, dan zien we een all-time high. Dus dat ziet er gewoon heel erg bullish uit. En als we naar de ETF van de Nasdaq kijken, de Q's, hetzelfde verhaal, ook heel erg bullish, nieuwe top heeft hij neergezet. De Diamonds, de ETF van de Dow Jones, nou, die zit nog een beetje tegen dat weerstandsniveau aan te hikken misschien, maar dat zou me niet verbazen als die daar komende week ook doorheen schiet. En dan hebben we tenslotte nog de ETF van de Russell. Ja, die doet het nog steeds wat minder, zie je nog wat lagere toppen, maar ja, die had vrijdag ook weer een hele goede dag. Dus al met al ziet dat er heel bullish uit. En ook goud doet het eigenlijk helemaal niet zo slecht. Goud is nog wel een beetje aan het consolideren. Maar je ziet, donderdag en vrijdag maakte goud een mooie sprong. Is nu al 2 dagen boven het MA50 gesloten. Dus dat ziet er eigenlijk niet zo slecht uit. Zilver, idem dito, ook nog een beetje aan het consolideren, maar doet het ook eigenlijk nog best goed. Als we kijken naar de stocks above 200D, dus dit is het cijfer van het aantal aandelen dat boven het 200-daags gemiddelde noteert. Nou, 50 is altijd een kritisch punt, maar je ziet dat toch iets meer dan de helft van het totale aantal aandelen boven dat 200-daags gemiddelde zit. Dus ja, ook daar is eigenlijk nog geen vuiltje aan de lucht. Dus nogmaals, het gaat allemaal heel erg goed. Wat had ik verder nog wat ik wilde laten zien? Ja, een aantal sectoren. De energiesector die kreeg afgelopen vrijdag ook een impuls. En je ziet de sector, of de XLE, dus de ETF, heeft hier een dubbele bodem neergezet. Is toen gestegen, toen ietsje gecorrigeerd. En vrijdag kregen we een bullish dag te zien. En het zal me niet verbazen als die energieprijs, vooral de olieprijs, de komende weken nog wat verder gaat stijgen. Want ja, we zitten ook nog met Aramco, het Saoedische oliebedrijf, het gigabedrijf dat naar de beurs gebracht gaat worden binnenkort.
En het zou natuurlijk wel helpen als die olieprijs vlak daarvoor nou eventjes flink gaat stijgen. Dus dat moeten we eventjes afwachten. Maar die sector ziet er eigenlijk niet eens zo heel slecht uit. En datzelfde geldt ook voor de industriële sector, zie je, ook uitgebroken. Dus dat, ja, dat ziet er eigenlijk ook heel bullish uit. Vrijdag een hele mooie dag. Dan hebben we nog de technologie sector, eigenlijk hetzelfde verhaal, ook uitgebroken. Dus ja, het ziet er allemaal echt heel erg positief uit. De halfgeleiders, SMA, moet je eens kijken, ook heel erg goed afgelopen week. Wat ook opviel was Caterpillar, die het de laatste tijd wat minder deed. Maar moet je eens kijken, vrijdag een enorme spurt omhoog. Bijna 5% is dat omhoog gegaan, dat aandeel. En na de earnings van vorige week, of 23 oktober was het, is dat aandeel alleen maar omhoog geknald. Dus dat ziet er heel goed uit. En ExxonMobil, die heeft ook, dat was ook een outperformer afgelopen vrijdag van de Dow Jones. Dus nou, dat heeft natuurlijk te maken met die energiesector. Wat ik ook nog wel interessant om te laten zien, dat is de VIX. Je ziet dat die op een heel laag niveau staat, iets boven de 12. En die komt nu ongeveer op die niveaus van de maand juli. En dat was een maand waarin de markten plotseling een tikkie teruggingen. Je ziet ook begin augustus schiet die VIX omhoog. Dus nou ja, dat zou erop kunnen duiden. Het is nu wel heel erg ontspannen, zou je kunnen zeggen, de sfeer onder beleggers. Beleggers die zien het allemaal heel erg zonnig in. En dat is vaak toch wel een moment om eventjes op te letten. Dus ik wil niet zeggen dat precies hetzelfde kan gaan gebeuren nu als wat er in juli gebeurde. Maar ik hou er toch wel rekening mee dat de beurs de komende weken wel een tikkie terug kan doen. Maar goed, zoals gezegd, dat zal dan misschien een tikkie terug zijn. Het lijkt erop alsof de beurs gewoon verder omhoog wil. Wat ik minder bullish vind, dat is McDonald's. McDonald's doet het al een tijdje minder goed, zie je. Enorm gedaald. Nu zo'n dead cat bounce noemen ze dat, lijkt het erop. En afgelopen vrijdag had McDonald's ook weer een hele slechte dag. En je ziet ook dat het onder die rode lijn zit, dus nu onder zijn 200-daags gemiddelde. Nou, dat is geen best teken. Welke het ook niet zo goed doet. Tot voor kort was dit echt ook een outperformer, Chipotle Mexican Grill. Je ziet nu dat, ik moet hem eigenlijk even op een andere grafiek zetten. Je ziet dat die nu ook wel moeite heeft om die trend vast te houden. Je ziet dat het aandeel nu aan het consolideren is. En we moeten even afwachten wat dat gaat worden. Maar als we kijken naar de langere termijn, dan zit die een beetje tussen dat 50 en 200 daags gemiddelde. Dus dit is nou nog niet echt heel dramatisch. Maar als we dan bijvoorbeeld weer naar zo'n andere restaurant kijken, Yum Brands. Daar zie je na slechte earnings dat aandeel nu ook onder dat 200-daags gemiddelde is gekomen. Dus ja, die restaurantsector die doet het nou niet echt heel erg lekker. Dus ja, dat is een beetje wat er aan de hand is. Het ziet er allemaal heel erg bullish uit. Vooral die technologie sector, maar ook de financiële sector doet het bijvoorbeeld goed. Ja, al die banken, dat ziet er ook allemaal sterk uit. Hangt ook nauw samen met de olie. Als de olieprijs en de energiesector in de lift zitten, dan geldt dat ook voor de financials. Dus mocht je op zoek zijn naar longposities, dan zou ik het in die hoek zoeken. En mocht je nou denken, nou ik wil ook een bearish positie of iets met puts doen, dan is die restaurantsector de aangewezen plek. En ook een ander aandeel wat er nou niet zo best uitziet, dat is Boeing. Zie je, Boeing zit nu ook onder het 200-daags en onder het 50-daags gemiddelde. En dat 50-daags gemiddelde zit ook weer onder het 200-daags gemiddelde. Dus Boeing heeft moeite om op te stijgen verder, zou je kunnen zeggen. Maar goed, dus dat is een beetje de hele sfeer van de markten.
over het algemeen bullish sfeer. Nou, mocht je benieuwd zijn naar wat ik zelf voor posities inneem zo gedurende de maand, dan is misschien Beursvizier iets voor jou. Beursvizier, ik heb het al vaker verteld, is de beursbrief die ik een tijdje geleden ben begonnen. En daarin analyseer ik elke twee weken de markten. En ik laat een beetje zien wat belangrijk is, waar je als belegger of als trader en optietrader vooral rekening mee moet houden. En ik laat dus ook zien welke posities ik inneem. En ik laat ook zien waarom ik ze inneem. En als ik winst of verlies neem of ze repareer onderweg, dan meld ik dat allemaal. Dus dat is heel leerzaam. Dus ik zal hieronder dit filmpje een link opnemen, zodat je even kan kijken naar Beursvizier. Verder wil ik je natuurlijk graag bedanken weer voor je aandacht. En hopelijk geef je weer een duimpje op, want dat betekent voor mij weer de nodige aandacht, wat natuurlijk altijd goed is. Dus nogmaals bedankt en ik hoop je volgende week weer terug te zien. Tot dan!